En Het is ook toch, niet logisch wat er verteld wordt. ja, maar toch is zo is iets wonderlijks over deze soort beschrijving. Alles is schijnbaar gebeurd. En dat het alles is. En daarna heb ik, toen was Andreas, kwam ik Andreas, via ken ik Andreas en dan heb ik heel veel, ja, voor mij is dezelfde boodschap. Dus heel veel naar Andreas Zoom-meeting gegaan. Dat was tijdens de COVID-tijd, volgens mij, omdat die ging veel meer online meeting doen. Dus en op een gegeven moment, ja, ik vond het echt zo geweldig in deze boodschap. En dat trok mij gewoon aan. En op een gegeven moment werd het gewoon heel duidelijk. En dat is absoluut een bevrijding. Of dat ik probeer zo hard om te overstijgen, dat niet eens hoefde. Dat er, omdat het gewoon niet er is. Het is gewoon, ja, geweldig. Ik bedoel, geweldig. Niet voor iemand of zo. Oh, ik vind, ja, dat gewoon duidelijk dat ik er niet is. Was er geen frustratie onderweg toen je die boodschap, wat niet echt een boodschap is, maar om het zo te noemen? Nee, ik denk niet echt, want ik had veel meer frustratie toen ik probeerde dat ik het te Ja. overstijgen. Ja. Was ik geweldig gefrustreerd. En deze is like, weet je, het is zo 180. Ik weet niet, er is niks te overstijgen. En dat hele gedoe van probeer te overtuigen. Dat hele gedoe is gewoon Ja, gedoemd. er hoeft niks te gebeuren omdat er Het niemand is is die wat. gewoon een grap. Ja, de onmogelijkheden van daarvan. Het is totaal, ja, het is een grap. Lijkt. Ja, dus dat is de bevrijd, super bevrijdend. Dat zoeken energie. Al is er geen antwoord gekomen. Dus het antwoord Nee, die nee. gezocht wordt, er komt nooit Ja. een antwoord eigenlijk. Ja, want ik herinner me. Sorry? Ik herinner me. Ah, je herinnert jou. Ja, Ja, ik sorry. herinner Ik me had het niet begrepen. iedere keer toen, als ik ging wandelen of zo. En toen dacht ik, oh, misschien na mijn wandeling heb ik het. Ja. Ja. Of ineens zag ik dingen anders. Ja. Ja. Dat was het duidelijk niet, nee. Ja, dat was eigenlijk een soort verlanging, hè? Verlanging naar, oh, daar een soort speciale. Ja, iets speciaals. Ja. Absoluut. Maar het is niet gelukt. Nee, dat kan nooit lukken. Gelukkig. Gelukkig. Het lijkt Ja. ook wel als er die aantrekking is, die onverklaarbaar is, die niet uit te leggen is, als Ja. er het gevoel is van iemand te zijn en die iemand of die aantrekking is daar gewoon, zonder Ja, reden, dat. ja, Mensen ja. vaak blijven die boodschap volgen, zou je kunnen zeggen. Ja, het was Die, absoluut net ja. als je zei. Dus, toen ik dat hoorde, het blijft in mijn hoofd hangen. En dat is absoluut niet te verklaren. Hè? Want het zegt eigenlijk niks. Maar alsof ja, het is naar nergens toe, maar het klopt helemaal. Maar. We snappen geen En het is logica, niet uit. Ja. maar soort, ja, maar ik weet niet waarom.
Ja, en daar was ik. Een soort, een of andere manier, bijna als zo'n magnetisch. Dat ik wel gewoon luister. Ja, dat maakt niet uit. Daar heb je gewoon niet genoeg van om te horen. Heel gek gevoel. En u, kijk je nu nog soms naar bepaalde meetings? Gebeurt het nog? Niet vaak, soms. En soms, ik ga nu bijna nooit de hele meeting. Soms heel eventjes, beetje een soort hele korte 1, 2 minuten even. En dan hoor ik de speaker zeggen iets. Dan heb ik precies dezelfde zoals ik begin. Dat is zo. Zo geweldig en zo van, ah, dan hoef ik het niet meer te Ja. horen. Dat alsof je bent helemaal een soort, een soort, ja, verzadigd is niet het juiste woord. Het is verzadigd, alsof Beetje je, ja, dat opgeladen. je helemaal, maar dat is toch zo van, meer hoeft ook niet maar dat, ah, dan ben je zo. Ik kan gewoon niet verklaren, inderdaad. Het is dus ook met een meeting. Sommige mensen zouden vinden, ja, het is soort, bijna een soort. Je vertelt soort zelfde dingen, een soort herhalen, maar het is nooit herhalen. Het is nooit herhalen. Het is soort, er is een soort. Ja, dat geniet. Er is een soort genieten. Ja, is echt een soort joy, vruchten. Maar zonder echt omdat. Niet vanwege. Ja, geniet je gewoon steeds. Ja, dat is onverklaarbaar, zou je kunnen zeggen. Het Ja, valt niet uit te onverklaarbaar is leggen. het goede woord. Ja, want zoals nu, als ik soms hoor wat mensen zeggen, het is gewoon zo van, ja, het is gewoon een beetje zo. Ja, het hoeft ook geen bevestiging. Er is geen Nee, validering nodig voor. dat soort dingen valt helemaal weg, ja, met dat ik. Ja, dat gaat vanzelf, dat kan niet meer. Doe je zelf ook een meeting? Meetings via Zoom, wel geen live meetings op heden. Ja, Engels of Nederlands? Meestal Zooms zijn in het Engels. Ja. Behalve de voorbije week of de week daarvoor. Uitzonderlijk in het Nederlands, meestal gewoon in het Engels. Ja. Zaterdag is er een meeting in het Engels. Ja. Nog geen Nederlandstalige gedaan. Of toch niet in groep. Ja. Oh, ik vind tot nu toe gaat toch goed, hè? Ja, je doet dat. Je doet het zeer goed, ja. Ah nee, het was zelfs niet. Ik ging een applaus geven, maar ik weet niet waar het. Nee, het was deze. Ja. Ik heb één gesprek in het Nederlands, dat was vorige week, volgens mij was vorige week, over dit, een soort interview met iemand. Dat was echt de allereerste keer over deze boodschap in het Nederlands. En vandaag is de tweede. Ik merk dat vandaag lijkt het beter dan de allereerste keer qua taal. Qua Ja, taal. ik kan het perfect begrijpen, dus daaraan zal het zeker niet liggen. Hoe was het mij voor jouw omgeving? Hebben ze iets gemerkt, zeg maar, op het Ja, daar vroeger, ik bedoel in mijn verhaal, toen ik heel erg probeerde te overstijgen, maar ik het overstijgen, want de teaching was, hè, dat je als je als goed gaat, ja, je op een goede kant gaat, en dan jouw ego, hè, wordt steeds minder.
Dan word je meer steeds. Je hebt more presence. Oh ja, Dan. Dan. Dus ik denk dat heel vaak. ja, absoluut. Kijk in de spiegel. Heb ik meer presence? Of heb ik meer person? Ja, Dat oké. was eigenlijk vreselijk. Want je had zelf zo van, nou ja, je zit nog heel erg als een persoon. Ja, ja. En toch heeft het een aantrekking. Ja. Die uitstraling is nog niet helemaal, nog niet als Ja. een presence. You have to work harder for it. Echt vreselijk. Oh, en ja, dat moet steeds even checken, iedere keer. Nou, ja, dus terug over wat jij vroeg. Ja, mijn kinderen, ik heb twee kinderen, jongens, zij zijn met hun leven bezig. En ik heb ook nooit met hen over dit wat ik. Waar ik doe en zo. Maar ze weten wel dat ik natuurlijk, omdat ik toen ik zo fanatiek met Moochie, met dat, en dan was ik heel veel aan de, weet je, YouTube was ik ook en was ik aan het kijken. Dus ze weten het. Naast het kijken, maar was ik heel erg ook een paar keer weg geweest voor die satans. Dus ze weten wel, maar ze zijn nooit geïnteresseerd. Ze doen hun dingen, ik doe mijn ding. En ook wat ik nu doe, ze weet dat ik een soort online meeting doe. Maar ja, zij geeft geen opmerking. Oh, mam, je knap. Nee, jongens zijn daar niet omgeving. Ik kan niet echt zeggen, oh ja, net als, oh, ik heb nu meer presence. Sure. Ik ben met mijn vrienden, ook meestal van mijn vrienden, ze zijn niet hiermee bezig. Ik vertel ook niet, weet je, tenzij mensen specifieke interesse hebben, dan vertel anders niet. Dus. Had je een vriendenkring die, zeg je dat, omdat je heel actief was in het spirituele leven, waren jouw vrienden hoofdzakelijk spiritueel dan? Of? Ja, Want dan lijkt het me niet zo makkelijk om. ik heb ook niet echt de behoefte om hier met vrienden te delen over dit. En als mijn vriendinnen, ja, als zij niet. Ik heb een beste vriendin in China, waar wij samen opgegroeid. Ik heb bijna nooit met haar over dit. Ja, dan praten we over andere dingen. Ja. Ik heb nooit eigenlijk echt de behoefte dat ik met iemand moet hier heel veel over hebben. En ja, omdat ik hier soort nu de laatste jaar hiermee bezig, niet mee bezig, maar ik bedoel, ik geef meetings. En dan ken ik wat mensen, maar ja, het is ook niet dat ik daarmee met spirituele vrienden veel over hebben, ook niet echt. Maar je hebt nog mensen die spiritueel zoekend zijn? Of waar je mee omgaat? Niet echt. Want ik bedoel, mensen zij komen bij mij online meeting. Ja, of gewoon in jouw vriendenkring. Dat lijkt me dan moeilijk. Als mensen Nee, bijvoorbeeld ook heel. eigenlijk mijn vriendenkring, ze zijn niet hier aan het zoeken. Maar Nee. ook niet in spiritualiteit. Niet echt. Of ik heb vrienden in China, ze zijn, ja, ze doen heel veel oefeningen, practice, weet je. En daar ga ik ook nooit daarover. Nee, dus. Nee, dus eigenlijk. Nee.
Niet echt anders. Het is niet anders is zo dat ik met mensen. Ik ga heel veel over hebben of mensen. Nee, het is eigenlijk hetzelfde als hoe het was. Ik bedoel, mijn vrienden wat ze doen en of we dingen samen doen. Vind je het dan niet moeilijk als mensen het hebben, bijvoorbeeld over, er zijn zoveel dingen die mensen soms gebruiken. Zoals bijvoorbeeld vasthouden of gedachten loslaten of whatever dat er op die manier verteld wordt. Vind je dat dan niet moeilijk om daar niet op te reageren? Vind ik, of ik het moeilijk vind Ja, om als als. mensen bijvoorbeeld het Ja, hebben als ze over, vast. ja, ik moet leren van dit gedacht los te laten of zo, van dat Ja. soort zaken. Kijk, ik ben acupuncturiste. Ik heb een eigen praktijk. En in de praktijk zijn er patiënten. En mensen soms, ze hebben natuurlijk stress. En. Last van en of gedachten malen, blijft malen, of ze hebben. Dan zeg ik wat zo van ja, dat je werk je sowieso niet. Jij probeert los te laten. Loslaten gaat sowieso gebeuren vanzelf. Ja. Dat, ja, dat soms. En mensen vinden meestal niet dat ik. Specifiek met over deze, maar dan zeg ik dat ze. En meestal vinden mensen wel een van meneer. Oh, eigenlijk inderdaad. Weet je zo? Ze vinden het niet vervelend om te horen, maar ik ga niet uitbreiden. nee. Anders gaan ze lopen misschien, ja. Ja, nee. Nee. En nee, niet echt dat ik het moeilijk vind als mensen daar vastloopt. Als in mijn praktijk is, zeg ik wat. Kijk eens, ja, op dat moment. Dan vaak zeggen mensen: Oeh, bedankt voor je wijs woorden. Zij zien net als: Je vindt heel wijs. Ja, zeker. Absoluut. Ja. Ja, net als ik zei, dit is een soort joy om Dat zeker, deze dat over zeker. Ja. te delen. Ja, ook dat je niet omdat je iets bereikt, maar gewoon, misschien omdat je juist niks bereikt. Dat is een betere Dat maakt omschrijving, het ja. zo leuk. Ja. Ja, het was ooit hier dan, na een tijd, denk ik, eerst de website was er, denk ik, ja. Ja, websites waren er dan een aantal artikelen om de zoveel tijd werden geschreven. En toen nadien ontstond er het idee om een filmpje te maken en dan nadien ontstond het idee om meetings te doen. En ja. Nou, welke richting dat uitgaat. Het is moeilijk als er geen richting is. Ja. Maar het is wel fijn om met mensen, als er uiteraard die openheid is en die aantrekking. Anders is het een goede manier om ruzie te maken, denk ik. Maar Nee, nee, nee. vaak is het. Meestal als mensen die bij zo'n meeting komen, ze zijn toch een op andere manier zijn ze ja aangetrokken. Nou, ik bedoel, als het Hierdoor. ongevraagd is, als je ongevraagd over dit gaat praten, is het misschien een goede manier om ruzie te maken op dat moment. Oh ja, natuurlijk. Ja. Ja, dat is heel irritant. Ja. Dat is een Ja. pestkop. Ja. Maar dus ja, het is inderdaad wel fijn om het te delen, zou je kunnen zeggen. Ja. Absoluut. Dat is ook het idee om daar iets over te schrijven, maar soms gewoon zijn er ook ideeën waar niks mee gebeurt, blijkbaar. Dus Ja, ja, dat soms is mooi. komt gewoon dingen op en schrijf je wat. En het is geen verdienste. Dat is
de moeilijkheidsgraad voor de meeste mensen. Mensen zeggen soms ook gewoon omdat ze zo geconditioneerd zijn. Dank je wel voor dit of dank je wel voor dat. Of goed dat je dit deelt of whatever dat er ontstaat. Maar het is absoluut geen verdienste. Als er niemand is die dit doet. Niet echt. Kan niet anders zijn. Ik heb je nooit achter gevraagd, zeg ik soms tegen mensen. Ik heb je nooit achter gevraagd om dit. Ik was nooit naar dit op zoek. Ja. Ik was op zoek naar iets heel speciaals. Ja. Ook dat kan wel soms lijkt op een soort een vorm van dienst. Kan wel zo lijken, maar ja, het is niet. Het is gewoon zoals met alles is gewoon. Het is gewoon wat gebeurt, alleen maar schijnbaar. Ja, en wat er lijkt te gebeuren, kan ook nooit anders zijn. Maar de dienst wat wel grappiger daarvan is, dat je niets bereikt hierdoor. Je kan niemand verder brengen. En dat is zo geweldig. Ja, geweldig en gelijktijdig misschien ook soms frustrerend voor mensen. Voor ik is het natuurlijk frustrerend, omdat de persoon wil altijd wat bereiken. Oh. En dichterbij, bij, ergens. Ja. Good luck with that. Ja. Wanneer is jouw volgende meeting, hè? Wanneer? Ja. Oh, mijn meeting is op een vaste dag, maandagavond. Half 9 Nederlandse tijd. Dus elke maandagavond kunnen mensen zich aanmelden voor jouw Zoom-meeting? Ja, de link staat op mijn website. Oké. Ja. Het is elke maandagavond in het Engels dan? Of wisselt Engels. Dat? Ja. Engels. Ja. En wat op de meeting wat was Nederlanders heel weinig. Zijn er heel weinig. Eén of twee. Ja. Dus meestal zijn het toch Engels sprekend mensen. Mm-hmm. Ja. Ja. Okay. Ik vind het echt heel leuk eigenlijk. Wat met Nederlands. Ik denk, ja, als je een beetje doet, dan gaat het wel natuurlijk steeds makkelijker. Ja, omgekeerd ook. Als ik gestart was in het Engels en als je dan niet gewoon bent om vaak in het Engels dingen te gaan of over dingen te praten, hoe meer je het doet, hoe makkelijker het lijkt te gaan. Ja, dat is het. Fijn. Ik zet jouw link van de website zal ik in de beschrijving zetten. Mensen vinden daar dan alle info terug. Is er nog iets wat je wilt toevoegen aan dit gesprek? Toevoegen? Niet echt, hè? Nee. Dat het mooie, de landdualiteit, dat is ook, alles is zo compleet. Is eigenlijk, niks kan nog meer compleet maken. Ja. Niks is mis, eigenlijk. Niks is mis. Alles is soort perfect. Maar perfect zijn zonder definitie, eigenlijk. Ja. Zonder dat de perfect betekent, heeft er geen echt waarde, geeft geen echt betekenis. Het perfect is gewoon wat is. En Nederlands heeft volgens mij een mooie uitdrukking. Zo. Het is wat is. Mm-hmm. Dat betekent eigenlijk, het is compleet. Het is alles. Zelf een half man, ten opzichte van een vol man. Een half man is gewoon wat is. Het is compleet. Het is zoals het is. Half is het. Is het. Dat is het. Dat is het. Oh, ja. Ja. Ja, en niet het
niet perfect als en niet compleet als in het beeld waaraan compleet of perfect zou moeten voldoen. Ja, precies. Ja. Dus dat is zonder voorwaarden. Ja, in deze perfecte zijn, dus betekent, ja, het is zonder voorwaarden. En het is compleet, zoals niets mist en niets kan echt toevoegen. Dat is het. Maar niemand kan dit soort perfect zijn ervaren. Dat is het. Er ging eigenaar van. Er is geen eigenaar van wat is. Het einde van de illusie van een eigenaar te zijn. Ja. En dan bij het eind van de illusie, dat blijkt dat de illusie was nooit geweest. Dat is de onbegrijpbaarheid van deze boodschap eigenlijk. Het is niet echt een boodschap, omdat het niet gaat, het is niet een soort waarheid of het gaat over iets. Het is gewoon, ja, het is Eigenlijk niet gaat het echt. gewoon over niets. Maar wat mooi is, dat is, gaat niet over iets, dus een soort over niets, maar dat niets betekent niet niets. Dat niets betekent ook gelijkertijd alles. Niks is geweigerd. Niks is geweigerd. Niks zit er buiten. Niks is exclusief. Ik bedoel, niks. Ja, het is all inclusief. En dat is niets. Bedankt voor niets. Ja, dankjewel, Het was heel fijn om met jou in gesprek te gaan. Heel leuk Dankjewel. met jou in gesprek, zeker. Dankjewel Ook daarvoor. wederzijds. Ja, dat was een mooie afsluiter. Ja, Toch? dat vond ik ook. Dankjewel, mij. Ja. Dank je, Ja, Nico. fijne Ja. dag nog. Ja.